Eeuwenlang kende het Griekse eiland Kreta vreemde overheersers. Zoals zo vaak bij onderdrukte volken zijn de Kretensers felle nationalisten die hun identiteit regelmatig zoeken op de tribune bij OFI Kreta. Gène Gerards werkt er nu 9 jaar als trainer. Ik geloof dat ik me redelijk goed heb ingeburgerd hier. Ik heb nooit een grote jongen uitgehangen, dat speelt ook een rol. Ja. Kijk, ik kan hier wel rondrijden, een grote Porsche of een grote Mercedes, maar ik rijd nog altijd een golfje. Kijk, de mensen, dat... Ik vind golf niet prettig dat je dat zegt, hoor. Nee, maar het is toch... Ik vind golf niet leuk. Kijk, die mensen zijn heel gewoon hier, op Kreta. Ja. En ik hoef echt niet in een Mercedes te gaan rijden, dan zeggen ze, daar komt die bluf aan. Ja. Dus ik vind dat die... Dat is Mercedes ook niet blij mee, dat je dat zegt? Ja. Nee. Ja, nou... Kijk nou uit. Ik vind het wel goed, maar... De uitwedstrijd in de tweede ronde om de UEFA Cup tegen Atletico Madrid was door OFI maar met 1-0 verloren. Aan de bal is nummer 10, het geheime Griekse gevaar, de Roemeen Lupo. Deze aanval gaat gewoon door. En bijna is het al 1-0 voor de Grieken. Vooraf had de beruchte voorzitter van Atletico, de heer Gil, meegedeeld dat het 0-5 zou worden. Maar hier ontsnapt nummer 4, dat is een Griekse jeugdinternational... Die geeft een keurig voorzetje en het is 1-0 voor OFI Kreta. Gène blijft vooralsnog erg kalm. Er passen 10.000 Kretensers in het kleine stadion... die zo dicht op het veld zitten dat een tegenstander die niet gespuugd wil worden... ver van de zijlijn moet blijven. Hier is Elias nog een keer. Hij zit er gewoon hartstikke mooi in. Ik ben wel Limburger, dat hoor je, nog wel. Wauw, goeiedag zeg. Kun je niet meer horen. Hè? Jij hebt werkelijk de mooiste zachtigheid die ik ooit heb gehoord. Nee, ik mag dat, daar ben ik heel blij mee. Prachtige zachte G hier op Kreta. Daar ben ik echt trots op, ik mag best horen. Hè? De Griek zegt dat ik ook Kretenser ben. Aan het taaltje te horen. Maar met een zachte G natuurlijk. Kretenser met een zachte G. Dan zijn we nu bijna toe aan het fijnste moment van de wedstrijd. OFI zet weer een aanval op. De bal zal zo meteen in het strafschopgebied belanden en dan moeten we even goed opletten. Wie hier nou wie duwt is onduidelijk. Zo goed als het onduidelijk is vanwaar dit briljante Griekse theater. Ziet er echt heel goed uit van de Joegoslavische nummer 11, Duganovic. Maar nu gaan we het nog eens beter bekijken en dan wordt veel duidelijk. Dit is geen penalty, hoewel die wel wordt gegeven. Nou, goed opletten op de rechtervoet van de Spaanse nummer 6. Hij gaat staan en zet de noppen precies op de afscheiding tussen knie en scheenbeen. Het doet echt zeer, dus het is niet geacteerd. En nummer 6 krijgt een rode kaart van de scheidsrechter, die had het keurig gezien. Hier krijgt 4 een poging tot een elleboog. Je moet je plek in de muur echt veroveren. Penalty, ja, daar gaan we weer. Zit hij of zit hij niet? Volgens de Spanjaarden zat hij niet... En die gaan een bezoek brengen aan de grensrechter. Een Tsjech die geen Spaans verstaat... maar die wel vluchtbescherming zoekt bij een paar Griekse agenten. Het wordt weer tijd voor een flashback met Gène Gerards. Een club als Cambuur, zou dat wat voor jou zijn in Nederland? Of dat nou Cambuur is of Ajax of PSV is... ik geloof niet dat ik zou willen ruilen op dit moment. Nee? Nee. Zou jij niet naar Ajax willen? Nee, op dit moment moet ik zeggen, nou, nee. Op dit moment heb jij geen... Ik vind een schitterende ploeg, hoor, daar gaat het zien. Ajax. Jawel. Goeie ploeg? Ja, dat is beter dan OFI, hoor. Maar in principe heb jij dus geen interesse in Ajax? Op dit moment niet, nee. Pas in de slotfase wordt Gène echt nerveus. Atletico heeft net nog van Barcelona gewonnen. Gaat OFI tegen de Spanjaarden de derde ronde van de UEFA Cup bereiken? Jij bent waarschijnlijk ook de onbekendste Nederlandse trainer. Ja, absoluut. Absoluut. Er is niemand die jou kent. Nee, nou dat is ook niet zo erg. Ik voel mijn kip lekker en ik hoef helemaal niet zo hoog van de toren te blazen. Dat heb ik niet nodig. En zeker niet na die overwinning op Atletico Madrid. Scheng wordt gefeliciteerd door alle bestuursleden, van wie de belangrijkste man, de voorzitter, het hardste huilt van iedereen.